Goedendag, welkom bij deze speciale Koningsdag weerbericht. Voor de verandering heb ik een mooi oranje tulpenveld meegenomen. Past ook wel bij het thema. En morgen kan de vlag ook weer uit. En of deze vlag het droog houdt, daar kom ik zo op terug. Vandaag zijn al de Koningsspelen en deze kinderen achter me die hebben geluk. Want in een groot deel van het land is het toch best wel vriendelijk weer deze ochtend. Met een paar mooie stapelwolken en voor de rest droge condities. Maar in het zuiden van het land komt toch wel wat meer bewolking voor. Dat zien we ook op de satellietanimatie hier achter me. Uit die bewolking valt ook af en toe wat regen. Maar eigenlijk in een groot deel van het land is het vandaag toch wel lange tijd vriendelijk weer. Met een paar vriendelijke stapelwolken en over het algemeen gewoon rustige condities. Overigens die band met bewolking, die moeten we wel in de gaten houden. Want in het zuiden van het land valt het dus een beetje tegen vandaag. Daar met die bewolking ook af en toe wat lichte regen. Elders droge condities en het wordt 11 tot 13 graden. Vanavond tijdens Koningsnacht trekt die band met bewolking geleidelijk aan iets naar het noorden, komt over het midden van het land uiteindelijk te liggen en daar kan dus af en toe een spatje regen vallen. Elders in het land blijft het waarschijnlijk droog. En in de nacht trekt die band met bewolking nog iets verder naar het noorden. De rek gaat er waarschijnlijk wel uit, op meer plaatsen dus droge condities. En onder het wolkendek koelt het niet veel verder af dan een graad of 5. Het uiterste noorden kan nog wel iets verder afkoelen. Daar zijn nog een paar opklaringen. Maar morgen hebben we te maken met een aantal buien die gaan ontstaan. En daarvoor heb ik het... KNMI-model Harmonie meegenomen. Je begint met vanavond. En vanavond zien we dus ook af en toe nog wat licht gespetter. dat naar het noorden toe wegtrekt. Stelt dus allemaal niet zo gek veel voor. Maar morgen gaan er een aantal buien ontstaan. Hier zien we dat gebeuren. Het zijn een paar lokale felle buien. misschien ook met wat onweer of wat hagel. De meest felle exemplaren, vooral het oosten en zuidoosten van het land. En het westen lijkt het wat meer mee te vallen. Maar het zijn echt kortdurende buien. Waarschijnlijk is een groot deel van de dag dus droog. en relatief vriendelijk. Maar als je op pad gaat, moet je daar toch rekening mee houden. Ik heb ook een paar onweersymbolen ingetekend in het oosten van het land. Daar dus de meest pittige buien als overtrek. Maar het zijn dus kortdurende buien. Strekken vrij vlot door. En tussendoor heel af en toe kort ruim voor, ruimte voor de zon. De temperatuur gaat wel flink in de lift, na een frisse ochtend. We komen uiteindelijk uit op waarden zo tussen de 15 en 18 graden. De hoogste waarden in het oosten en het zuidoosten van het land. Daarbij niet al te gek veel wind uit zuidoostelijke richting. Dat is dus ook de aanjager van dat wat warmere weer. En dat warmere weer houden we ook na Koningsdag vast. We zien het ook, 18, 17 graden de dagen na Koningsdag... De wind is op zondag nog wel een thema, kracht 5 in het midden van het land. Maar de dagen daarna neemt de wind geleidelijk een kracht af, zoekt wat vaker de Oosthoek op en dan gaat de temperatuur behoorlijk de lift in. 20 tot 23 graden en op dinsdag en woensdag ook nog een paar onweersbuien. Kortom, het wordt een beetje zwoel komende week. Ik wens u een fijne Koningsdag.